Ik lees dan het begin voor. En daarin beschrijf ik dus mijn eerste dag op het uitvaartcentrum, waarin ik onwennig rondloop. De doden zijn er nog niet. Of vergis ik me? Misschien staat achter dat kamerscherm al een kist. Misschien ben ik op dit moment nog maar enkele meters verwijderd van een lijk. Ik sta in de aula B, de B van Berk. De Berk is tussen de acacia en de cypres. Tot op het moment dat ik hier binnenstapte, om 7:30 op deze druilerige dinsdagochtend in april, kon ik nog denken dat het niet door zou gaan. Dat ik het uiteindelijk niet zou doen. Maar ik houd mezelf voor de gek. Er bestaat een sprookje over een meisje dat haar naam kwijt is. Ze bevindt zich in niemandsland. En ze kan pas terug naar haar eigen wereld als ze weet hoe ze heet. Uiteindelijk komt er natuurlijk een redder in de nood die op slinkse wijze haar naam terugvindt. Eindgoed, al goed. Net als dat meisje weet ik niet meer wie ik ben. Het zou mooi zijn als zich een redder aandiende, maar dat gebeurt alleen in sprookjes. Ik moet zelf op zoek. Vandaar deze baan. Vandaar dat ik vanochtend dit uitvaartcentrum binnenstapte, een vrouw in een donkerblauw mantelpak een hand gaf en zei: ik kom hier werken. Ze glimlachte en ze zei dat ze me verwachtte.